Marian, bekend van BNB Vol Liefde, heeft een turbulente periode achter de rug. Vanwege veiligheidszorgen in haar villa in Portugal heeft ze besloten tijdelijk naar Nederland te verhuizen en haar villa te koop te zetten. Echter, recente ontwikkelingen wijzen erop dat ze mogelijk terugkomt op dit besluit. Ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag bracht Shownieuwsverslaggever Tom Goderi een bezoek aan de realityster. In een interview vroeg hij haar of ze al kon toosten op de verkoop van haar villa. Marian reageerde met aarzeling, ik ben nog niet helemaal zeker of ik het wel wil verkopen. Het staat even op een laag pitje, onthulde ze. Ze gaf aan dat ze het zonde vindt om het huis te verkopen, vooral omdat ze zich emotioneel beter voelt. Ik weet het nog niet zo goed. Tenzij het financieel zo voordelig uitpakt dat ik denk, oké, okay, sloot ze haar overpijnzing af. De reden achter haar verhuizing naar Nederland en de beslissing om haar villa te koop te zetten, blijkt voor te komen uit een schokkende ervaring. Marian beweert dat ze voor maar liefst 120.000 euro is opgelicht door een voormalige medewerkster. Bovendien kreeg ze doodsbedreigingen te verduren. Ondanks het indienen van aangifte, loopt de vermeende oplichtster nog steeds vrij rond. Marian deelde met het AD dat ze gelooft dat deze vrouw in Nederland al in voorarrest had moeten zitten. De aanklachten tegen haar variëren van bedreigingen en diefstal van geld tot het plegen van valsheid in geschriften. Het feit dat ze nog op vrije voeten is, baart Marian zichtbaar zorgen. Deze recente ontwikkelingen werpen niet alleen een schaduw over de verkoop van haar villa, maar benadrukken ook de emotionele en juridische uitdagingen waarmee Marian momenteel te maken heeft. Haar toekomstplannen lijken nu in de waagschaal te liggen, terwijl ze balanceert tussen de wens om haar veiligheid te waarborgen en de emotionele band met haar Portugese residentie.